Oh ja! Yeah. Kijk hoe mooi het hier is. Ik denk dat dit hilarisch gaat worden. Allemaal vermeten! Zwaaien, vet ver. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is het maandag, geloof ik. En ik wilde iets heel erg leuks met jullie delen. Iets wat ik net binnen heb gekregen. Oké, dit zijn dus 3 kleine pakketjes. En die komen van Exter. En hierin zitten in ieder geval 2 super efficiënte portemonnees. En de andere is meer een soort van pashouder. Er zit namelijk een tracker in. Die werkt op zonne-energie. En daarmee kun je dus altijd je portemonnee terugvinden. Dus als hij ergens in huis ligt en je kunt hem niet vinden, dan kun je hem gewoon soort van opbellen en dan gaat hij rinkelen. Sorry, maar jullie weten het. Ik ben gek op dat soort gadgets. En dit maakt mij ook gewoon heel erg enthousiast. Oké, dit is de allereerste die ik aan jullie wilde laten zien. Dat is een donkerbruine. Volgens mij heeft hij ook nog een speciale naam. Ja, dit is de Exter Parliament Classic Brown. Classic Brown. En volgens mij kan je hier, ja, oh kijk, hier kan je ook nog wat kwijt. Maar in principe is het dus zo'n pashouder, weet je wel. Kunnen we dat gewoon nog een keertje doen? Ja. Waarschijnlijk kan je hier ook nog wel wat dingetjes onder vastzetten. En daar kun je natuurlijk je tracker onder kwijt. Ja, kijk, dit is dus zo'n tracker. Ik denk dat het dus de bedoeling is dat je die hier dan onder plaatst. En oh, hier. Get started. Install the Chipola app from the App Store or Google Play Store. Follow the easy in-app steps to set up your Exter tracker card. Need help? Please visit exter.com/usermanual. Nou, dat gaat wel lukken, denk ik. Dit ga ik zo meteen eventjes doen. Maar ik heb er nog eentje. Kijk, deze vind ik echt zo mooi. Deze is wat vrouwelijker. Dit is eigenlijk gewoon precies hetzelfde idee, alleen dan in een andere kleur. Deze heet namelijk de Exter Parliament Brescia Bronze Italian Tan. Ook hiervoor heb ik een tracker. Wat ik heel fijn hieraan vind is dat ze zo klein zijn, gemakkelijk mee te nemen. En je kunt er echt best wel veel pasjes in kwijt. En nou, het is ook gewoon echt heel erg mooi materiaal. Het ruikt nu ook nog heel erg lekker. Dan heb ik nog een super gaaf product van hun. En dat is de Exter Secretary Blush Beige. Dat is deze pashouder. En die vond ik eigenlijk gewoon wel handig voor erbij. Eigenlijk denk ik nu van waarom. Want ik bedoel, als je deze hebt met een tracker en je weet dat je deze pasjes gewoon nooit meer kwijt kan raken, waarom wil je dan deze pasjes wel kwijtraken? Nou, ik denk, nee, die wil je ook niet kwijtraken trouwens. Dat ik hierin dan de pasjes ga doen die ik echt vaak gebruik en ook gewoon echt mee wil nemen constant met mezelf. Met mezelf, ja, mezelf neem ik ook mee. En hierin doe ik dan de pasjes die ik misschien niet zo heel vaak gebruik. Zoals bijvoorbeeld mijn Oyster card voor Londen. Ja, voorlopig ga ik niet naar Londen. Dus die kan dan hierin. Maar dan kan ik het wel gewoon heel gemakkelijk weer altijd terugvinden. Ik vind dit ook echt weer een heel mooi kleurtje. Oké, nu willen we natuurlijk ook weten hoe zo'n tracker dan werkt. Dus ik ga gewoon meteen die app downloaden. Hij is nu aan het zoeken. En hij is aan het koppelen. Gelukt. Laten we eens zien wat jouw Chipola allemaal kan. Laten rinkelen. Oh yeah! Oké, ik lijk officieel op een baby die heel blij wordt van allerlei geluidjes. Maar dat is ook gewoon zo. Ah, jongens, ik vind dit echt heel erg leuk. En er zit hier allemaal nog meer informatie in waar ik nog eventjes naar ga kijken. Maar wat ik vooral ook heel erg leuk vind, is dat ik een kortingscode heb die ik met jullie mag delen. En die kortingscode komt nu hier in beeld. Dit is ook leuk. Je kunt dus ook een Siri-opdracht geven. Maar hoe werkt dat dan? Oh my god. Oh my god. Dit is geweldig. Dit is geweldig. Hey Siri, rinkel Exter. Een moment. Oké. Oh my god. Hey Siri, stop rinkelen. Gebeurd. Gebeurd! Ik ben heel zwaar onder de indruk. Heel diep onder de indruk van mijn portemonnee. Hi guys, vandaag is het donderdag 16 april. En
vandaag is de overlijdensdag van mijn broer. Inmiddels is het 10 jaar geleden dat mijn broer is overleden. En dat lijkt echt heel erg lang. Maar toch is het elk jaar op 16 april weer als de dag van gisteren dat het gebeurd is. Dus ik ga dingen een beetje herbeleven en zo. En het is wel best wel een verdrietige dag. Maar ik ga vandaag gelukkig ook leuke dingen doen. Ik zit namelijk nu in de auto van mijn zus. Ik heb de auto van mijn zus geleend. Omdat ik opnames heb in Veenendaal voor Kruidvat. Daarom heb ik ook nog niet zo heel veel make-up op. Want we gaan ook een make-up lookje doen. En we gaan nog een haarvideo opnemen. Een soort van tutorial. En nog skincare en iets met nagels. Dus het wordt allemaal heel erg leuk. Het is gewoon voor hun YouTube kanaal. Dus ik zou zeggen, check vooral hun YouTube kanaal als je hun YouTube kanaal nog niet volgt. Ik zet wel eventjes een linkje in de beschrijving. Ik weet niet wanneer het precies online komt. Maar waarschijnlijk wel snel. Dus misschien staat het er zelfs al. In ieder geval heb ik daar best wel veel zin in. We filmen dus in het Van der Valk Hotel. Die gaat speciaal open voor Kruidvat, zodat wij daar kunnen filmen. Dus dat vind ik wel heel erg vet. En ik zal je straks wel een en ander laten zien. Daarna ga ik dan natuurlijk ook gezellig. Niet echt gezellig, maar daarna ga ik in ieder geval wel naar mijn ouders toe. Dan haal ik eerst even mijn zus en mijn nichtje op en dan gaan we die kant op. En dan kunnen we toch deze dag ook nog eventjes samen zijn. Ondanks corona en ondanks quarantine en everything vind ik dat wel belangrijk. Dus daarover straks meer. In ieder geval ben ik echt super blij dat ik de auto van mijn zus heb kunnen lenen. En dat ik überhaupt weer gewoon lekker aan het autorijden ben. Als ik met OV had moeten gaan vandaag, wauw, had ik echt drama gevonden. Dus op naar Veenendaal. Het is nu nog ruim 30 minuten rijden. Dus ik ga even lekker muziekje opzetten. Oké, dan. Ik ben ingecheckt. Natuurlijk niet echt ingecheckt, want ik ga hier helaas niet slapen. Maar ik ben dus aangekomen bij het hotel in Veenendaal. Ik heb net soort van met gepaste afstand gedag gezegd tegen alle andere meiden. En, of gedag, hoi. Ja, je geeft dus geen hand meer en zo. Dat is zo raar. Het is echt zo raar. Maar goed, in ieder geval, ik wilde jullie eventjes de kamer laten zien waar ik dus straks ga filmen. Kijk hoe mooi het hier is. Oh my god, een heerlijk bad. En een sauna. En een lekkere douche. Die ik allemaal niet ga gebruiken. Maar goed. En ook de rest van de kamer is echt wel heel erg mooi. En heel erg chill en comfortabel. Super leuk ingericht ook. Ik vind het echt heel mooi. Tof dat we hier kunnen gaan filmen. Ze komen straks nog eventjes bij mij langs om alles op de juiste plek neer te zetten. En dan kan ik gaan beginnen. Ik ga me in ieder geval vast eventjes omkleden in de eerste look. Want het eerste wat ik ga filmen is een... Een morning routine. En dan gaat het eigenlijk vooral om een skincare routine. Dus ik ga me daar alvast een beetje klaar voor maken. Kijk, ik heb hier dus een bakje gekregen met eigenlijk alle spullen die ik nodig heb. Ik heb voor een deel ook nog zelf wat make-up producten meegenomen. Van de Kruidvat uiteraard. Die ik straks ga gebruiken. En volgens mij gaan we hiermee beginnen. Heel erg benieuwd naar. Ik ga lekker mijn gezicht reinigen zo. Oh, en ze hebben er ook een waterflesje bij gedaan. En een vitamine drink. Wat top dit. Nou, ik ben halverwege video 2 en toen hield de batterij ermee op. Maar dat is niet zo heel erg, want we gaan nu heel eventjes lunchen. Natuurlijk moeten we gepaste afstand bewaren. Maar we gaan wel een soort van gezamenlijk lunchen. Ik denk dat dit hilarisch gaat worden. Trouwens, als het goed is kun je dus nu mijn oogschaduw een beetje zien zitten. Maar ik wil hier nog eyeliner aan toevoegen. Nog wat meer mascara. Natuurlijk blush. En een highlighter. Dus we zijn nog niet klaar. Hi. Zwaaien. Pet ver. Inmiddels alweer een paar uur later. En ik zit weer in de auto. Ik zit niet alleen in de auto. Ik zit samen. Allemaal van meter. Het slaat echt zo. Nee, die doen wij niet meer. Die hoort tot de membership crew. Ja, de member corona. Sja hoort daar ook bij. We zijn nu onderweg richting onze ouders. Is dat? Hola, guapa. ¿Cómo estás? Anderhalf meter. Kom niet dichterbij. Oké, zo is verder. Duimstok erbij. Hè? Duimstok erbij. Mama, als jij even verder gaat, dan ga ik hierheen. Sja, wat gaan we doen?
eten? Nee, we gaan... Rotti eten. Juist! Ja, ga maar. Even denk neem als een andere mes. En dan boter erop. En die mes corona ook nu. Ja, man. Ah, overal corona. Oh. Is die? Ah, ik kan je toch hier slapen? Deze is beter. Oké. En de corona. Nee hoor. Jawel, als ik het heb, dan heeft hij het nu. Oh, nee. We hebben geen allergie. We hebben geen corona hier zo. Oké, wij zijn net eventjes bij het gras langs gegaan. En inmiddels hebben we ook lekker rotti gegeten met de familie. Wij blijven nog even gezellig op 1,5 meter afstand. En de vlog ga ik alvast afsluiten. En dat gaan we met z'n allen doen. Wat een gezelligheid. Dit hebben we nog nooit gedaan, denk ik. Nee. Jawel. Ja, in zo'n... Jezus. Ja, oké. Okay. Maar niet zo aan tafel. Zo officieel. Nee, het is gewoon hetzelfde. Anyway, jawel, ik denk het wel met kerst. Anyway, ik ga het dus aan hun overlaten. Ja, jullie weten wat jullie moeten doen. Reacties, liken, positiviteit, subscriben. En Instagram volgen. Niet te lang aan. Het Larissa Brand. En hopelijk tot volgende week. Doei! Het was zo'n lange dag. Ik heb ook echt de wallen onder mijn ogen hangen gewoon. En ik kom net thuis en eindelijk een paar tranen. Het voelt ook goed om heel eventjes te huilen. Ik heb gewoon vandaag nog helemaal niet gehuild. En het klinkt alsof het moest gebeuren of alsof het erbij hoort. Of alsof het anders geen geslaagde dag is. Maar op de een of andere manier voelt dat ook wel een klein beetje zo. Ik heb even de foto van mijn broer erbij gepakt. Om er ook gewoon wel echt even in mijn eentje bij stil te staan. Ik weet niet, het is gewoon heel raar als je zeg maar met je familie samen bent. Maar je moet op afstand blijven. Met mijn zus en mijn nichtje dan niet. Maar goed, en ja, ik weet niet. Ik weet echt helemaal niet wat ik wil vertellen. Ik weet ook niet zo goed waarom ik mijn camera er überhaupt bij pak. Misschien om jullie te laten zien wat ook echt is. Waarschijnlijk pak ik dit erachteraan. Gewoon om het nog even mee te geven. En dan ga ik heel hard slapen. Of heel diep slapen, hoop ik. Oh, een diepgang allemaal. Want deze wallen zijn ook heel diep. En dat hoeft voor mij dan weer niet.